Hallo, nog een keertje met mij. Ik ben Simon de Wijs en ik wilde graag een vervolg geven op het filmpje van Bas Drijver over de snit. Laten we dit filmpje maar noemen De Snit deel 2. Snijden hebben we allemaal geleerd, dat is als je aasvrouw hebt tegenover twee kleintjes. Maar je kan in heel veel meer situaties spreken van een snit. En daar wil ik jullie een paar van laten zien. Neem bijvoorbeeld deze schopperpositie. Je hebt hier twee kleintjes en hier heb je de heer en een kleintje. Zoals Bas jullie al vertelde met de aasvrouw, is het heel erg van belang vanaf welke kant je begint met het aanspelen van deze kleur. Als je vanuit hier begint en je speelt een kleintje, dan zullen de tegenstanders die zo goedkoop mogelijk winnen en dan verlies je daarna de heer aan het aas. Als je vanaf deze kant begint en je begint met de heer, dan zullen de tegenstanders het aas pakken. En zullen ze de volgende slag ook pakken. Dus als je deze kleur succesvol wil aanvallen, zal je hem vanaf deze kant moeten spelen. Je speelt een kleintje en dan kijk je goed naar wat deze tegenstander speelt. Speelt hij een kleintje, dan probeer je de heer. En dat gaat succesvol zijn als de aas hier ligt. En het gaat niet succesvol zijn als de aas daar ligt. Maar het is altijd nog beter dan niet proberen. Proberen is altijd beter dan niet proberen. Dat is eigenlijk het motto van de hele snit. Want als je vanaf deze kant speelt, verlies je er altijd twee. Als je vanaf die kant speelt, verlies je er soms één en soms twee. Nou, dan gaan we door naar de volgende kleur. Je hebt hier in ruiten de heer, de vrouw en een kleintje. Daarover drie kleintjes. En dit is de herhaalde snit, deel 2. Ook hier kan je verreweg het beste vanaf die kant spelen. Als je vanaf deze kant speelt, dan pakken ze de heer of de vrouw met het aas. Dan maak je die andere en verlies je de laatste. Dus als je vanaf deze kant speelt, maak je om precies te zijn één slag in die kleur. Kijk hoe het gaat als we vanaf deze kant spelen. Je speelt een kleintje. Kleintje, dan probeer je de heer. Nou, als je geluk hebt, zit de aas daar en kunnen ze de heer dus niet pakken. Dan ga je weer terug naar deze kant in een andere kleur. En dan speel je nog een keer een kleintje. Deze heb je al gespeeld. Een kleintje en dan probeer je de vrouw. Als de aas daar zit, dan gaat het twee keer succesvol zijn. Dus je herhaalt de snit en maak je twee slagen. Kortom, je moet hem altijd naar de plaatjes toespelen. En bij een snit is het vaak belangrijk dat je ook een beetje mazzel hebt. De volgende om aan te geven dat er nog meer mogelijkheden zijn. Je hebt hier twee kleine hartjes en niet tegenover aas-vrouw wat we gewend zijn, maar in dit geval tegenover heer-boer. De aas en de vrouw zitten er dus nog in. Als je vanaf deze kant speelt, ik zeg het nog maar een keertje, dan zullen ze de heer met de aas pakken en daarna de vrouw met de vrouw pakken ze daarna de boer. Dus dat werkt niet, maak je geen enkele slag. Als je vanaf deze kant speelt, dan lijkt het een beetje op deze spelfiguur. Als je vanaf deze kant speelt, kleintje, kleintje, kan je de heer zetten en dan hoop je dat de aas goed zit. En dan maak je een slag. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid. Je speelt een kleintje en je legt de boer. En in dat geval hoop je juist andersom, dan hoop je juist dat de vrouw daar zit. Want als dat vrouw daar zit, moeten ze de boer met het aas pakken, zodat je ook de heer maakt. Er zijn in dit geval dus twee manieren om een slag te maken. Je moet sowieso vanaf deze kant beginnen. En je moet dan kiezen of je de heer of de boer speelt. En soms heb je wel een idee wie het aas heeft en wie de vrouw heeft. En soms heb je het niet. Als je het niet hebt, moet je goed gokken. Als je wel een idee hebt, dan kan je daar je voordeel mee doen en een slag halen. Oké, we gaan over naar de laatste snitsituatie. We hebben in klaver een driekaart klaver aas heer boer. Is dit nou een snitsituatie of niet? Ja, ook dit is een snitsituatie. Je kan de eerste aas spelen. Dat is een goed idee meestal. Hoge kaarten die je sowieso kan spelen, speel je meestal. Voor het geval misschien iemand daar de vrouw ondergooit. En nadat je die gespeeld hebt, moet je weer naar deze kant beginnen. Speel je een kleintje.
En dan probeer je de boer. En dat gaat je weer 3 slagen in totaal in deze kleur opleveren als de vrouw hier zit. En als die vrouw daar zit, 2 slagen. Maar ja, niet geprobeerd, dan lukt het sowieso niet. Dus je moet proberen een kleintje naar de boer. Kijk voor een extra pro-tip over deze speelfiguur naar het volgende filmpje. Bedankt en tot de volgende keer.